Hey, dat vind ik wel frappant. Er staat allemaal oud spul, daar ben je groot liefhebber van. Maar die is vers uit de verpakking, of niet? Ja. 9-11. Ja. Ja? Het is gewoon een hele... Een vers ding. Maar, aangepakt? Ja. Jouw sausje? Ja. Echt waar, hè? Ja. Wat heb je mee gedaan? Ja, anders doet hij het niet, hè? Nee? Nee, ik heb er even in gekeken. Maar wat, dat is een... Het is een 9-11 Carrera 4. Ja? Of 9-9-2 eigenlijk. Ja. En... Ja, weet je, dan rij je met zo'n ding en dan ben je één van velen. Maar ik denk, hij moet wel iets beter gaan doen. Dus ik heb daar een paar aanpassingen aan gedaan. Ik heb hem getuned. Hij ging van 385 naar 562. Hey joh. Ja. Ja, ik heb er wat andere dingen aan gedaan. OPF-filters, dat zijn natuurlijk nutteloze dingen, die kan je eruit halen. Ja. Dan doet hij het veel beter. Heel erg mooie sound. Ja. En ik denk, ja, nu is hij er weer. Hey, en dan pak je de binnenkant aan, maar je bent niet van de obscure uiterlijke details, hè? Nee. Dat is niet jouw ding, hè? Nee, weet je, dat is allemaal goed. Ik vind het eigenlijk zoals hij is, die wielen. Ik heb hem wel iets laten zakken, dat kan je zien. Ja. Nou, dat is iets mooier, die raadkasten, zoals dat in Duits heet, mooi gevuld. En ja, achter een heel klein spoorverbredertje, niet te veel, want dan zie je wel, staan die dingen gewoon buiten die wielkasten, dat is niet mooi. Ik heb een paar kleine dingen aan gedaan, dat ik denk... Hij moet iets, dat deed ik trouwens altijd met die 911's. Zolang ik Porsche rijd, deed ik wel mijn eigen plasje erover. Ja? Ja? Maar het eigen plasje moet niet obscuur worden dus nee, bij jou. Nee, het moet niet. Mooi, het ja, moet maar van gedistingueerd. Binnen. Ja, het eigenlijk moet, ben je een beetje een autopsycholoog. Hè? Je zorgt dat die binnenkant beter wordt, maar de buitenkant, dat mogen ze zelf blijven doen. Ja. Of niet? Zeg ik dat goed? Ja, misschien wel, ja. Wat heb je hier aan gedaan? Ja, weet je, dat is eigenlijk een... ik vond het een icoon. Na de Daytona, de 365 Daytona, is dit volgens mij de enige opvolger. Want dit zit de motor weer voorin, versnellingsbak achterin, handgeschakeld. Ja. En ik vond hem zo mooi. Ik heb dat ding al, ik denk 10, 15 jaar, denk ik. Ferrari 550, hè? Ja, 550. Dat was de eerste verzoenlijke Ferrari die niet meer stuk ging. Ik ken echt voorbeelden die meer dan 300.000 kilometer hadden gereden met zo'n ding, zonder dat ze er binnenin zijn geweest. Want weet je, als je Ferrari laat staan, gaat hij stuk. Ga je ermee rijden, gaat hij vooral stuk. Mm-hmm. Maar vanaf dit model was het eigenlijk beter. Die dingen waren best goed. En ik was in de handel, ik was aan het ruilen. Ik had heel veel Alfa's eigenlijk. Waar ik op een gegeven moment denk van, ja joh, je krijgt keuzestress. Ja. En er zaten nog wat dingen bij die ik nog moest gaan restaureren. Ik denk, ik moet 152 jaar worden voordat het allemaal klaar is. Dus ik heb er een touw om gedaan, spul bij elkaar. En ik ben in de ruil gegaan met het ding. En die moest ik gewoon hebben. En het was op een moment dat die auto's nog betaalbaar waren. Die kocht je in Nederland? Ja. Van een Nederlandse kerel? Ja. Dat zei je, ik wil het ding hebben. Kom ja, hier. Het was een handelaar. En ik ben in de ruil gegaan. En wat deed die vent? Die kwam erachter dat een jaar later gingen die dingen door het plafond. En die zag dat wel een beetje aankomen. Eigenlijk moet je een beetje die Amerikaanse veilingsberichten in de gaten houden. Wat daar gebeurt, gebeurt anderhalf jaar later hier. Maar hij was iets... sneller dan ik. En hij zei, ik wil hem eigenlijk wel terug. En die ging weer bieden en die bood me winst. Nou ja, winst vond ik ook als een raar woord. Ik kan hem gewoon niet kopen, klaar. En ik vond hem heel mooi. Ja. Dat vond ik vroeger al. En toen kon ik zo'n ding natuurlijk niet betalen. En er kwam een moment, denk ik, nu moet ik hem hebben. En dat kan ik in 5 milliseconden beslissen. Ja. En zo'n deal, die vent, die ging me midden in de nacht bellen. Was hij half aangeschoten, dat hij denkt van, ik moet dat ding weer terug. En ik had geloof ik 9.000 euro winst, 10.000 euro winst. Hij ging maar door. Ik denk, niet meer doen. Ik zeg, want ik slaap slecht. Als je me wakker maakt, slaap ik de hele nacht niet meer. Moet je niet meer doen. Maar ik heb hem toen beloofd, als je wil, ga ik jou ook even bellen. Maar elke keer als ik met jongens bij elkaar zit, ik heb ook iets te veel gehad. En het is een keer diep in de nacht, gebeurt nog wel eens, ga ik hem bellen. Dat zal hem leren. En we zijn vrienden geworden. Ja? Ja, helemaal geweldig. Helemaal geweldig. Dus het ding is gewoon, ja, er staat hier... En ik vind hem gewoon heel mooi. Hoef ik er niet mee te rijden. Als ik er naar kan kijken, vind ik hem mooi. Techniek vind ik mooi als je die motor van het ding ziet. Ja, moet er een Ferrari in 12 cilinder hebben? Ja. Ja? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Dit is het nieuwe concept, zeg ik dan. Hiervoor had je die 12 cilinders, daar waren die Colombo motoren. Daar zijn ze in de jaren 60 al mee begonnen. En daarvoor al mee begonnen. En dat waren eigenlijk voor die tijd best wel goede dingen. Best wel mooie dingen. Maar dit is echt goed. Wankeldrijfstangen erin. Ze hebben even naar de Duitsers gekeken. Hè? Malen zuigers erin. Verzoenlijke cilinders in die dingen. Er zit niet te veel rotzooi op. Dus het is goed. Bosch motormanagement systemen. Dus dat is allemaal wel goed. Heb je hier ook een lambertiek sausje? Heb je iets gedaan aan die auto?
Ik heb, van binnen misschien? Weet je, motormanagement technisch zaten de sensoren in, die waren elk jaar stuk. En dan kreeg je rare storingen, kreeg je cilinderbankuitschakelingen, dat soort dingen. Dat heb ik opgelost. Dat zat hierin, dat zat in de 430, zat in de 348, zat in de 360. Zat in al die Ferrari's zat dat systeem. Het werkte niet. Mm-hmm. Het ging kapot. Dan was je gewoon elk jaar 600-700 euro voor kwijt om dat weer te herstellen. Dat heb ik opgelost, dat heb ik gedaan. En ik heb, ik vond, weet je, er zit een stuur in, dat past niet bij een Ferrari. Dat is eigenlijk een stuur wat uit het Alfa 166 komt, waar ze een ander logootje in gefrusteld hebben. Omdat er een airbag in dat ding moest. Ja, dat gaan ze inkopen, dat gaan ze niet zelf uitvinden lopen bij Ferrari. Want dan weet je één ding zeker, dat gaat fout. Ja. Krijg je onderweg je toeter voor je kop. moet je hebben. Gewoon goed inkopen. Gewoon goed inkopen. Dus dat vond ik zo'n stom ding. Dus heb ik eruit gehaald. Ik denk, want die airbag, ja, als je hem nodig hebt, is toch te laat. Ja. En, dus die kan wel weg. En ik heb daar heel mooi oud na die stuur weer in, voor in de plek gezet. Een stuur van een Ferrari 5, nee, hoe heet zo'n ding, een 250 GTO. Ja. Dat is eigenlijk de race, auto. Ja, ja, de auto. Nou, dat heb ik erin gemaakt. Ja. Een naaf bijgedraaid. Dat vond ik zo mooi, dat setje. Dat past mooi bij die vergroomde, gepolijste versnellingspook. Dus dat priemt daar zo in, dat, in die ruimte. En daar hoort de stuur bij. Dat is het cirkeltje weer rond. Mooi, hè? Ja, vond ik gaaf. Heel mooi agiel stuurtje. Ja, prachtig. Wat is het gekste wat je hebt beleefd met die auto? Heb je hem wel eens uitgedraaid? Jawel, aangepakt? Ja, ik moest dat even proberen. Ja, je hebt zo'n ding en het schijnt dat hij hard kan. Dat moet je dan even voelen. Ja. En dat is niet zo heel ver hier vandaan. Dat is een stuk snelweg wat je heel vaak rijdt, eigenlijk best wel. En ik denk, ja, 's avonds laat, autobaan is voor mij. Dus ik ga het dus even proberen. Hoe hard kan zo'n ding dan? En dan kwam ik erachter dat het is een... Als je daar nu zou gaan rijden, denk je, ja, dat is een rechte weg. Maar als je 330 rijdt met zo'n ding, dan is het een bocht. Ja. En is het echt een bocht. Ik denk, jeetje. Maar dat ding rijdt er zo makkelijk naartoe. 320 rijdt er zo voor, dat gaat gewoon door. En die laatste 10 kilometer is hij even bezig van, moet dat nu? Ja, moet. En dan doet hij dat ook. Niet normaal, hè? Ja, zo hard, gaat hè? Heel hard. Dat ding gaat echt heel hard. Ja. Ja. Terwijl het een apparaat is van, wat is die inmiddels? Bijna 40 jaar oud, hè? Hij is 30, van, 35? Ik weet niet, hij is volgens mij van 96 of zo. Ja, moet je dacht nagaan. Ik. Ja. Ja, oude frikandel. Ja, echt? Ja, maar deed goed zijn best toen al. Dat was toen een serieuze snelheid. Want ik had in die tijd had ik een 996, die turbo die kwam pas later, 2002 kwam zo'n ding. En dat ding kon net zo hard. Hmm. Maar die had er wat meer moeite mee dan die. Die 300 die haal je zo. Maar dit ding dat marcheerde maar door. Ja? Dan kreeg je op, ja, dat vindt hij, doe maar, pak me, pak me. Dat vond hij lekker. Het nodigt uit. Ja, dat is wel heel gaaf eigenlijk. Hey, je hebt keuzestress af en toe. Ja. Soms heb je te veel om mee te rijden. Ja. Wanneer heb je voor het laatst hiermee gereden? Nou, een paar jaar geleden. Ja? Ja. Is die er nog, denk je? Moeten we even wakker maken. Moet straks eens even proberen wat je doet. Ja. Even lief wakker schudden. Ja, die moet even mee praten, denk ik. Ja, mijn Italiaans wordt steeds beter. Ja? Hij gaat me nu begrijpen. Ja. Ja, dat is wel... Ja, mooi. Ja, dat gaan we doen. Ja, gaan we doen. Oh, die klik-klak. Ja, klik-klak. Mooi, hè? Daar word ik happy van. Ja, dat snap ik. Vind jij dat zo'n ding zilver moet zijn? Grijs? Ja, als je niet kan kiezen wel. Ja, is dat het? Ja. Weet je, ik wilde hem hebben. Ik zag toen Michel op rij. Vroeger, toen dit ding nieuw was, had ik een uitnodiging. Mocht ik naar 50 jaar bestaan van Ferrari. 25 jaar geleden. Dus we reden, ik kreeg dat voor mijn verjaardag aangeboden naar de Ferrari-fabriek. En Michel op rij, die had zo'n auto net nieuw. Ja. En, die had hij in Titanio, Grigio Titanio, met donkerrood, bordeauxrood leer. Ik denk, oh, als ik ooit nog rust. Nou ja, de dag komt een keer, maar die auto vind je niet zoals je hem hebben wilt. Dus het werd deze. Ja. Maar ik heb later een 559 gekocht. Exact in die kleur zoals ik hem graag wilde hebben. Dat ik in 2 milliseconden heb dat bedacht, want ik denk, ik moet hem hebben. Ja, ja. Ja, dat vind ik zo mooi. Ik hoor je zeggen, toen ik kreeg voor mijn verjaardag dat ik naar Maranello mocht. Ja. Toen zat dus die, kun je kiezen, Porsche of Ferrari? Nou, toen ik voor mezelf begon, dat was in 96, toen was ik dus ongeveer voor de helft met Ferraris bezig en de helft met Porsches. Alleen een Porsche, ja, daar is natuurlijk veel meer van, dus ik denk, ja, ik moet keuzes gaan maken. En dat is eigenlijk, ja, dat is natuurlijk een goede keuze geweest achteraf. Want ik denk, ja, met Ferraris, ja, er zijn er niet zoveel van. En alles wat je maakt voor het weekend, gaat na het weekend weer wat anders kapot. Dat komt nog uit die tijd. Dus hoe hou je klanten tevreden?
Ja, want stel, jij maakt de vintage Porsche, hè? Jij maakt ze beter, mooier dan ze waren. Dat ja. zal goed zijn. Stel, als je dat bij een Ferrari zou moeten doen, wat zou je aanpakken? Ik denk, een motorconcept en zo, even deze kant op, denk ik. Zo'n motorconcept zou ik niet te veel aan doen, maar dat zijn echt wel juweeltjes. Ik heb ook nog zo'n 458. Ja. En daar zit dan de laatste atmosferische achtcilinder in, die 9250 toeren draait. Zo'n flat crank, dat is waanzinnig wat je dan hoort. Alleen het interieur, de gebruikte materialen en het in elkaar zetten zou ik in Duitsland laten doen. Want als je hier kijkt, dit heb ik allemaal al behandeld, al die knopjes, maar moet je eens voelen. Dat pikt allemaal, dat is vieze troep. Ja, sticky switches, dat is echt, dat is wel een ding. Lijkt wel drop. Ja, dat lijkt wel drop. Ja. Nou, dat hebben die auto's allemaal uit die tijd. En dat zijn wel dingetjes die ik anders zou willen. Maar, kijk, zit je met een Ferrari op een zandpad. Mooi, toch? Zijn lekker bezig, Budding. Heeft Enzo het zo bedacht? 12 cilinder, ja. Voorin? Ja. Ja, zo, ja? Ja, zo is het bedacht. En zo moet het ook, volgens Enzo. Yeah. Hij heeft natuurlijk de 512 en de Testarossa's en dat soort auto's. Ja, dat waren dan eigenlijk middenmotoren. Ja, en de Formule 1 natuurlijk daargelaten. Want dat waren gewoon reglementaire dingetjes waar je aan moest voldoen. Juist. Maar eigenlijk daar de motor, daar de bak. Ja, zo hoort het eigenlijk, ja, hè? Ja. Gewichtsverdelingen. En eigenlijk die dikke 12-cilinder, je hebt hem net gezien. Ja, die steekt eigenlijk voort achter die achterhuis. Dus ja, eigenlijk is het gewoon middenmotor. Ja. Ja, en het is een lel van de motor. Ja. En hoe ze dat ding zo laag hebben weten te houden, onvoorstelbaar. Je zit alleen op een gegeven moment aan een maximum. Hè? We zijn nu zitten we aan de 800 pk met dit soort auto's. Heel veel meer het concept motor voor aandrijving naar achter gaat niet. Hè? Nee, je bent klaar. Kijk, die dingen die nemen progressief in vermogen toe. Terwijl een elektromotor eigenlijk afbouwt. Ja. Hè? Hoe sneller je gaat, om het zo maar te zeggen. Dat je eigenlijk, ja joh, dit moet ook wel handelbaar blijven. Hè? Ja. Waar ligt de grens? Hoe ver wil je gaan? Wil je die 1500 pk halen? Is allemaal wel mogelijk. Zet er een paar turbo's op en doe gekke dingen. Je bent er. Maar het is niet meer te handelen. Dat gaat gek. Op een gegeven moment ben je klaar. Dan ben je uitgewerkt, klaar. En uiteindelijk is het totaalconcept ook belangrijker, vind ik, dan gewoon maar heel veel vermogen. Ja. Het totaalconcept moet kloppen. Ja, moet kloppen. Maar weet je, we hebben zoveel auto's al gereden en is het dan zo dat je 1000 pk nodig hebt om voor je eigen gevoel te zeggen nu heb ik de perfecte auto? Ja, nee, ik denk het niet. Op een gegeven moment is het klaar. Weet je, dit ding kan ook heel hard. Rijken dat mee? Nee, ja, stoer om een keer te proberen, maar daarna ook niet meer. Dan zijn we eigenlijk ook klaar. Ja. Wat is het hier mooi, joh. Ja, dit is titel, hè. Dit is wel heel gaaf. Dit doe ik op een XT500. Ja? Ja, en als de boswachter komt, dan pak ik mijn telefoon. Ik zeg, nee, ik ben foto's aan het maken. Oh, ben je natuurliefhebber? Ja, dan moet ik op een motor doen. Dan kan ik een keer langs het twikkelen vaat hier zo. Ja, dat is echt mooi. Voor die tijd was dit echt een heel mooi autootje. En weet je, toen ik hem kocht, was het eigenlijk een moderne auto. En nu je moest kijken hoe klassiek die is. Ja. Oh, lekker hè? Ja, best wel. Heerlijk. En hij is mooi comfortabel, hè? Ja. En dan staat hij ook nog op zijn sportstand. Ja? Ah, dat geluid. Heb je iets gedaan aan het uitlaatsysteem? Nee. Ja, er zitten wel andere dempers onder, maar verder is hij eigenlijk zo. Ja. Heerlijk. Stikt hij van de fietsers? Kijk eens, dat klik-klak, hè? Klak. Ja. Geweldig. Ja, zo. Heel fijn. Het is echt... Ja, dat kan je ook niet. Dat hoort erbij, hè? Ja. Inherent aan het concept. Ik vind het een wijs ding, zeg. Ja. Mooi, mooie auto. Mooie kleurstelling. Ja. Hij is net als nieuw. Ja.